Welkom. We gaan het vandaag hebben over het oog. En er zijn een paar dingen die de revue even passeren, zoals je hier kan lezen. Kijk vooral ook mee in Binas 87. We zien hier het oog en we spitsen ons toe op het oog van Wert Braten. Maar er komen ook een aantal andere ogen aan bod. Oké, hier zien we het oog. En waar ik even naar wil kijken is die lensbandjes hier. En de spier die er aan die lensbandjes zitten. We zien hier de lensbandjes. Die zijn vrij inflexibel, statisch. En hier is een kringspier. En die kringspier die zit als een cirkel om de lens heen. Als die kringspier ontspant, dan wordt die groter. Dan trekken die lensbandjes, die trekken dus die lens mee. En dan wordt dus die lens, die wordt platter. Als die spier aanspant, dan wordt die kleiner. Hè? Dan, die spier wordt, de doorsnee wordt kleiner, die kringspier. En dan zijn de lensbandjes ontspannen. En dan gaat de lens in zijn natuurlijke vorm. En dat is zo bol mogelijk. En daar kan je dus op proefwerk heel leuke vragen over stellen. Wat we verder zien is dat dit Wert Braten oog heeft een blinde vlek. Daar kom ik zo op terug. En het heeft een gele vlek. En die gele vlek heeft dus geen staafjes en alleen maar kegeltjes. En dit is waar je het meeste mee kijkt. Omdat dat precies in de lijn van je zicht zit. Heb ik hier een EM-foto. En wat je ziet is 70% van alle receptoren, van alle sensorcellen. Dat zijn fotoreceptorcellen. En dat is... Ja, dat laat volgens mij zien dat visuele informatie voor ons dus enorm belangrijk is. En gaan we dat wat schematischer tekenen, dan zien we het licht komt hier van links naar rechts. Dat die fotoreceptorcellen die staan verkeerd om, zou je kunnen zeggen. Ja, die wijzen niet naar het licht toe, maar die wijzen van het licht af. En dat heeft nogal wat consequenties, namelijk dat dat cellichaam en dat allerlei andere cellen die staafjes en kegeltjes met elkaar verbinden. En ook weer uiteindelijk met je hersenen. Ja, via deze optic nerve fibers. Met je hersenen verbinden. Dat het licht moet daardoor heen voordat het hier in die staafjes en die kegeltjes terechtkomt. En wij kunnen dus minder goed zien dan als de hele boel was omgekeerd. Hier zie je ook nog wat pigmentcellen. En die pigmentcellen die kunnen zich uitstrekken. Dat ze hier tussen die receptorcellen zitten. En dan worden fotonen geabsorbeerd. En dan zie je dus wat minder licht. En dat is in hoog licht milieus erg fijn. Hè, op een zomerse dag zoals het kan zijn. Deze pigmentcellen die kunnen reflecteren. Bijvoorbeeld bij katten. Ja, en dan heeft een foton twee keer de kans om dus een staafje of een kegeltje te raken. En dan zien ze dus ook beter in het donker. Het is niet zo dat hier licht vandaan komt. Ook een leuke proefwerkvraag. Ja, het is niet dat die katachtige licht schijnen met hun ogen. Nee, het is een reflectiewerking van licht wat naar binnen komt. Dus als jij met je zaklamp op het oog van een katachtige schijnt, dan reflecteert dat licht. Ja, dus niet denken dat die katten schijnwerpers in hun kop hebben zitten of zo. Als ik dit wat schematischer nog weergeef, dan zie je hier 5 receptorcellen staan. En bijvoorbeeld als P en Q, en dit komt letterlijk uit een proefwerk. Als P en Q beschenen worden met licht en R, S en T niet, dan zie je dat bijvoorbeeld van P loopt hier een soort schakelcel. En die zorgt dat M en O, die het uiteindelijk de gegevens naar je hersenen sturen, worden geïnhibeerd. Dus als alleen P en Q worden beschenen met licht, dan zorgen die twee neuronen of die receptoren er zelf voor dat R, S en T helemaal niet impulsen door kunnen sturen. En dat zorgt dus voor een heel mooi contrast in je beeld. Gaan we kijken naar die blinde vlek, want die blinde vlek is bij ons zo, maar dat is niet in ieder oog. Hier zien we weer ons oog en je ziet die uitlopers en die zitten dus in de oogbal en die moeten de oogbal verlaten. En dat gebeurt dus via die optic nerve en daar is dus die blinde vlek voor. Ook moeten er allerlei bloedvaten de oogbal in. Wat is nou aan de hand met bijvoorbeeld een octopus? Die heeft zijn netvlies wel zeg maar de goede kant op. Dus die uitlopers lopen achter een netvlies en die octopus heeft dus geen blinde vlek. Dat is een weggevertje voor je volgende toets. Nog wat andere ogen, zoals deze van een insect.
Die hebben samengestelde ogen, facetogen. En je ziet hier, het bestaat uit twee delen. Dit zou je kunnen zien als de werking van een lens. En dit is de fotoreceptor. En hier zie je de uitloper die uiteindelijk ook in de hersenen, of nou ja, de hersenknopen van het insect terechtkomen. Wil ik even doorgaan op fotoropsine. Fotoropsine is het actieve eiwit wat uiteindelijk voor de impulsen zorgt in staafjes en in kegeltjes. En wat wel raar is bij de fotoropsine en deze fotoreceptoren, is dat hoe meer licht er is, des te lager is de frequentie van de impulsen. Ja, dus als we kijken naar warmtereceptoren of pijnreceptoren, die impulsfrequentie die stijgt juist naarmate er meer warmte of meer pijn gevoeld wordt. En hier is het precies andersom, wat zeer opmerkelijk is, vind ik. Ja, die staafjes en kegeltjes die vuren of die sturen steeds minder impulsen naarmate er meer licht komt. Maakt helemaal niks uit, want jij kijkt nou naar dit filmpje en dat gaat helemaal goed. En dus kunnen die hersenen dat omgekeerd signaal prima lezen. Betekent gewoon dat zij lezen als er weinig impulsen van die ogen komen, dat er veel licht is. En als er veel impulsen van die ogen komen, dat er weinig licht is. Niks aan de hand, maar zeer opmerkelijk, want daarin wijken deze receptoren erg af met hoe het bij andere receptoren zit. Dan gaan we nog even kijken naar, zo zien die cellen er in het echt uit. Dat is elektronenmicroscoopfoto's. Hier zie je rods en cones, dus staafjes en kegeltjes. En deze hele celmassa, dat noemen we dus ons netvlies. En licht komt hier van onder en naar boven. Dus als je dit soort foto's ziet, dan is het wel zeer opmerkelijk dat we überhaupt iets kunnen zien. Laatste paar foto's. Dit zijn twee foto's uit een wetenschappelijk tijdschrift. Dit is het netvlies weer. Je ziet hier de blinde vlek. Je ziet hier fovea, het ziekwoord voor gele vlek. Je ziet er al die bloedvaten uitkomen. En daar kunnen ze trouwens ook fantastisch in zien of jij al lang rookt. Kunnen ze aan de bloedvaten achterin op je netvlies zien. En hier, zoals dat dan heet, een optical coherence tomography. Kunnen ze doorsnee maken van je netvlies. En hier deze kuil, deze pijl die zie je daarbij staan, is je gele vlek. En dus die blauwe cellen hier, dat zijn fotoreceptoren. En hier zijn dat dus met name kegeltjes. En verderop zijn dat met name staafjes. In de gele vlek zijn met name kegeltjes. En voor de rest zijn het met name staafjes. Soms gaat er ook wel iets mis. En dat zie je op deze twee foto's. Dan zie je dat het netvlies losraakt van de oogbal. Op dit moment, als dit een foto van jouw eigen oog is, dan heb je echt wel een groot probleem. En er is iets vreselijks mis met je beeld, met je blikveld wat je ziet. Ik hoop dat dit geholpen heeft. Veel succes met het oog.